De Wondersneeuwpop is geschreven door Catharina Walters en wordt voorgelezen door Leila, Sensi en Maddie. Het was een heldere zonnige winterdag en Konijntje was al de hele ochtend bezig sneeuw voor een sneeuwpop te verzamelen. Dat is mooi, Konijntje. Maar kun je de sneeuwpop later afmaken? Ik wil dat je wat besjes zoekt voor de thee. Sneeuwpop wordt verdrietig als ik hem nu alleen laat. Daar kan hij vast wel tegen. Het is maar een sneeuwpop, hij is niet echt. Hij is echt, natuurlijk is hij echt. Het is mijn vriend. Papa glimlachte en gaf Konijntje een kus. Ga je niet te ver weg? Nee hoor, yummy, één voor het mandje en één voor mij. Terwijl hij de weg afhopte. Al gauw waren zijn pootjes paars en plakkerig van het sap van de besjes. Konijntje had zoveel plezier dat hij niet in de gaten had dat het was gaan sneeuwen. Er vloog een rood bosje vlak voor hem uit. En Konijntje volgde het rood bosje en danste tussen de walkende sneeuwvlokken en de kale bosjes. Toen vloog het rood bosje weg. Konijntje stopte en keek om zich heen. Hij wist niet meer zo goed van welke kant hij was gekomen. Het dwarrelende sneeuwvlok te maken dat alles er vreemd uitzag. Wat moet ik nu? Hoe kom ik thuis? Plotseling, alsof iemand hem had gehoord, glinsterde er een zacht lichtje door de bomen. De sneeuwvlokken heen zag Konijntje zijn eigen sneeuwpop. Ik wist wel dat je echt was. Maar sneeuwpop, ik was helemaal alleen. Niet helemaal. Ik was er ook, kleine vriend. Ik was er altijd voor jou. Sneeuwpop veegde wat sneeuwvlokken weg van de konijntjes vacht en tilde hem op zijn schouders. Ik breng je naar huis. Hou je goed vast. Ze gleden langs de heuvel naar beneden. Sjoef! Gaan we! Terwijl hij het pootje van konijntje stevig vasthield. De wereld glinsterde aan Konijntje voorbij. Ik kom naar huis, papa! Wee! Sneeuwpop slipte plotseling onderaan een berg. Nu moeten we lopen. Terwijl hij Konijntje in zijn zachte armen nam. Zijn we er al bijna? Het is niet ver meer. Tegelijkertijd haastte papa Konijn zich door de dwarrelende sneeuw. Hij was heel bezorgd en hij rilde van de ijskoude wind. Konijntje, konijntje, waar ben je? Riep hij. Papa! Toen hij zijn vader hoorde, hij sprong uit de armen van de sneeuwpop en rende de tuin in. Papa Konijn tilde hem op en knuffelde hem stevig. Gelukkig, je bent veilig thuis. Ik was zo bezorgd omdat je helemaal alleen was. Ik was niet alleen. Sneeuwpop paste op me. Oh ja? Sneeuwpop stond stilletjes in het winterse duisternis. Konijntje lachte naar hem en hij zag dat Sneeuwpop teruglachte. Einde!